Ik zou het hebben opgenomen voor Mark Overmars. Ja, dat waren de reacties. Dat zeiden de mensen. Ja, je zit hem te verdedigen, je zit hem op te hemelen. Nou, nee, natuurlijk niet. Helemaal niet waar. Ik heb alleen maar gezegd wat het betekent dat Mark Overmars weggaat bij Ajax. En dat is natuurlijk een gemis. Maar ik ga het niet opnemen voor Mark Overmars. Tuurlijk niet. Tuurlijk is hij een eikel. Ja, dat weten we nu toch. Met zijn foute foto's. Ja, dan ga je helemaal de mist in. Maar ik begrijp gewoon een aantal dingen niet bij zo'n hele toestand. Nee, want de vrouwen, laat ik daar dan even mee beginnen dan. Die vrouwen die kunnen toch ook zo iemand gewoon blokkeren op de telefoon? Ja, die kunnen toch gewoon poep en klaar en niks meer? Ja, en ze kunnen toch ook niet reageren op zijn appjes? Dat kan toch ook? Dat begrijp ik dan allemaal niet, dat soort dingen. Maar ik begrijp natuurlijk ook van de andere kant, begrijp ik die hele Mark Overmars niet. Nee, want waar begint die nou aan, Mark? Heb jij al die spiegels uit je huis weggegooid of zo? Mark, je bent toch geen George Clooney of zo? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus wat begin je dan aan? Dan ga je gewoon een heleboel van die vrouwen. Ga je allemaal kijk, vroeger was het zo. Ja, dan deden wij dat mondeling. Heel dat gedoe met die vrouwen. Ja, hup. En dan zeiden we ook wel natuurlijk dingen die natuurlijk niet konden. Nee, natuurlijk niet. Maar nu, bij die appjes, nu wordt dat allemaal genotuleerd. Ja, staat vast voor de eeuwigheid. Dat moet die Mark Overmars toch weten. Dat is dan toch zo op dit moment. En dan moet je al helemaal geen foute foto's gaan sturen. Oh, dat is zo. Maar dat is ook, weet je, dat is ook zo kinderachtig. Dat is het gewoon. Los van dat het helemaal niet kan. Is het gewoon zo kinderachtig. Dat is voor jongetjes van 16, 17 jaar. Weet je wel, die indruk willen maken op een meisje. En dan, ja, die. Dat doe je toch niet meer als je 48 bent. Hé, hey, Mark Overmars, dan ga je toch niet een uur ergens zitten en dan een foto. Oh god. En dat is zo pijnlijk. Ja, en daarom, beste vrienden, waarom gaan wij niet terug? En dan heb ik het even tegen de mannen. Waarom gaan wij niet terug naar het oude ambacht van het versieren? Ja! Weet je wel? Weet je nog hoe dat ging? Ja! Maar ja, daar moet je energie in stoppen. Ja, gewoon het klassieke versieren. En je gaat gewoon naast een vrouw staan of zitten en je spreekt je aan. En dan truc en nog een truc. En dan even wat charme in de strijd. En dan nog even wat humor er tegenaan. Want dat moeten de meesten, want die zijn ook geen George Clooney. En zo, en dan toeslaan, zou ik maar zeggen. Kunnen we dat gewoon weer gaan doen, mannen? Alsjeblieft.